Indiase parlementariër, moordenaar van Mahatma Gandhi was een patriot, Pragya Singh Thakur. Een politica van de Indiase Bhartiya Janata Partij, BJP, verklaarde donderdag tijdens een betoging dat Nathuram Godse, de moordenaar van Mahatma Gandhi, een patriot was. Is en zal blijven, en dat mensen die hem een terrorist noemen. In plaats daarvan naar binnen zouden moeten kijken, haar uitspraak leidde tot ontzetting en binnen haar partij eisen sommigen dat zij uit de organisatie wordt gezet. Binnen de partij van Thakur werd onmiddellijk een verontschuldiging geëist, BJP is het niet eens met deze verklaring, we veroordelen het, zei Narasimha Rao, woordvoerder van de partij. In een verklaring aan de media, Thakur verontschuldigde zich later voor de opmerking, maar dat gooide geen olie op de golven, de Indiase premier Narendra Modi, zelf een vooraanstaand lid van de BJP. Zei dat alle opmerkingen en of verklaringen over Gandhi of Godse absoluut verkeerd zijn. Zulke taal en gedachten moeten worden veroordeeld en zijn onaanvaardbaar in een geciviliseerde samenleving, verklaarde Modi, die eraan toevoegde dat hij haar als persoon nooit zal vergeven.